In Hoofddorp ontvoerde man in Delft teruggevonden. Vragen in de gemeenteraad over Haags dierencentrum. En aanrijding Westerlee. Flinke diesellekkage. Goeiedag. Dit is Regio Nieuws TV van 12 augustus 2021. De ontvoerde man uit Hoofddorp is aangetroffen in de Assendelfstraat in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. Het 56-jarige slachtoffer is door de ontvoerders mishandeld en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zijn familie is op de hoogte gebracht. De man is inmiddels thuis bij zijn familie. Met man en macht werd sinds vorige week donderdag naar hem gezocht. De 6 verdachten die vastzitten moeten op 18 augustus voor de rechtbank verschijnen. Er wordt onderzoek gedaan naar nog meer verdachten. De Partij voor de Dieren en de groep De Mos in Den Haag hebben vragen gesteld in de gemeenteraad over het Haags Dierencentrum. Ze reageren op een artikel in de Telegraaf waarin wordt gesproken over misstanden bij het asiel. Zo zou het dierenwelzijn in het geding zijn en krijgen bestuurders enorme hoge salarissen voor hun functie. De partijen vragen zich af hoeveel subsidie naar het centrum gaat en of de besteding daarvan voldoende wordt gecontroleerd. Ze willen dat de burgemeester en wethouders ingrijpen bij het dierencentrum. Bij een aanrijding op een knooppunt Westerlee in Naaldwijk is een flinke hoeveelheid dieselolie op de weg terechtgekomen. Een auto kwam met een vrachtwagen in botsing. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De oprit naar de A20 Rotterdam werd tijdelijk afgesloten. De brandweer heeft de weg weer schoongemaakt en op de weg naar Maasdijk ontstond ook een flinke file, omdat de boot uit Engeland was aangekomen, maar het doorgaande verkeer naar de A20 was gestremd door het ongeluk. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. Tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? U stuurt ze naar onze redactie. Redactie@regionieuws.tv, maar ook via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.